Vorige week zat Heidi van Tielen in de slimste Westerwereld. Dat begon zo. Zij worden uitgedaagd door Heidi van Tielen. Van iedereen bij Q-Music is zij de slimste. Wat dat hier geeft moet nog blijken. Maar ik weet nu al, als radio TV was, zou ik elke dag kijken. Ah, welkom classic. Bij de slimste mens ter wereld. Ik wil een klein stukje seksisme erin steken. Ah, wat is wel tot seksisme dat ik graag heb. Ja, jij hebt het graag. Maar dat is goed. Ik maak daar een onderscheid in. Zolang jij niet gaat hashtag MeToo sturen, ben ik gelukkig. Heel erg goed. Jan-Jaap van der Wal, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, zeg Jan-Jaap, je zat in de jury. Ik zat erbij en ik keek ernaar. Je hebt dat kind gewoon laten verliezen, zomaar, terwijl ik dacht dat we een soort van understanding hadden. Ja, ik dacht ook dat de jury meer invloed zou hebben. Maar ik heb van afstand zitten supporteren. Er zat een soort energie tussen mij en hij, die genaamd Sam Goris. Daar moest ik even omheen. Maar ik heb wel zitten... Er kwam een soort enorme eindspurt. Toen heb ik wel zitten juichen. En ik heb de finale toch wel met samengeknepen billetjes zitten kijken. Hoe was het voor jou, Heidi? Het was heel stressy. Ja? Het was ook wel leuk. En het heeft op zich niet veel gescheeld. Maar ja, zeg, het is een spel en dat kan je verliezen. Energieveld genaamd Sam. Sam Goris. Ja, ik ben wel wat gewoon van storende Sammen in mijn leven. Maar die Sam die was echt... Ho, jong, die was gigantisch indrukwekkend. Ja, jij moet er weer samenwerken, Jan. Ja, nee, ik vond het wel. Het is toch een fenomeen. Ja. In Nederland zeggen wij, je moet er een kwartje in gooien en dan gaat hij. Maar in zijn geval moet je kwartje gewoon omhoog houden. En dan begint hij al gewoon. Fantastisch. En het is een fenomeen. We hebben jou er vandaag niet bij gehaald om het alleen maar over de slimste mensen ter wereld te vind hebben. Vind ik prima, hoor. Vind ik prima. Je gaat namelijk eigenlijk een soort van loftrompet naar Vlaanderen toe. Ga je gewoon gebruiken, elke week opnieuw hier wel? Het is liefde. Het is nog steeds liefde. En ik hou zo ongelooflijk veel van Vlaanderen. Jullie hebben geen idee hoe ongelooflijk leuk jullie zijn. En, daar hebben we echt geen idee van. Nee, echt niet. En ik had zoiets van, ik kom gewoon... De komende weken kom ik uitleggen aan jullie wat zo schoon is aan Vlaanderen. Ja, maar je hebt ook een hele show over gemaakt eigenlijk. Ik ben bezig. Ja. Ik ga vanaf januari toeren door heel het land. Want ik zie daar zo'n kaart met ochtendburgemeesters. Ja. Nou, al die gemeentes die ga ik aandoen, hoor, Sam. Allemaal? Ja, serieus. Er staan theaters tussen waarvan ik, als ik er ben, pas geloof dat ze bestaan. Begrijp ik helemaal. Alright, maar ik ben dan eigenlijk dus elke maandag ga je nu bij ons ook een soort van actueel schoon momentje gaan krijgen. Ja, dus de schoonheid zit natuurlijk ook in de lelijkheid, daar weet ik alles van. En de schoonheid zit ook in de rare dingen van Vlaanderen, want jullie... Er gebeuren veel rare dingen. Ja. Jij woont in Gent. Ik woon in Gent, inderdaad. Daar is een super flitskwaal. Ja, dat klopt. Zullen we het even officieel opmaken, dit moment? Wist je dat? Ja, wacht. Oh. Komt-ie? Het schoonste van Vlaanderen. En nu wil je zeggen dat Gent de schoonste stad is van Vlaanderen? Nee, maar er gebeuren zoveel schone dingen. Er is een super flitskwaal daar. Een superkwaal, daar weet je alles van. Ja, daar weet ik Sam. Alles van, ja. En die is wit geverfd. Door een man. Er is een man die heeft de flitskwaal wit geverfd. Ja. Vond ik goed. En toen kwam de politie, die heeft die verf eraf gehaald. Maar toen heeft die man weer nog een keer geverfd. Maar toen is de verf op de straat gekomen. En dan moet de brandweer erbij komen. Dat vind ik geweldig. Ja, toch? Ja, dus verf op de flitskwaal, daar kan de politie. Maar verf op de straat, dan moet de brandweer komen. Hij was wel heel kwaad op die paal. Ja, en hij is gefilmd. Hij is gefilmd terwijl hij het deed. En er staat er in het bericht, de politie weet nog niet wie de man is... en waarom hij de flitskwaal geverfd heeft. Kijk, de politie staat natuurlijk toch een beetje in een kwaad daglicht op dit moment. Ik wil de bende van Nijvel er niet altijd bij halen. Maar de man is gefilmd. Je weet gewoon wie het is. En de reden waarom hij geverfd heeft, lijkt me ook vrij duidelijk, toch? Ja, ik denk het wel. Vind ik schone dingen. Jij komt uit Leuven. Ja. Heidi komt uit Leuven. In Leuven, ik zag een filmpje. Daar heb je de studentenflikken. Wist ik ook niet. Geweldig, toch? Ja, je kent het concept. Ja? Ja? Je kent het? Het zijn gewoon flikken, speciaal voor studenten. En op zich is dat heel slim. En dan zou je zeggen, nou, dat zijn flikken die een beetje de studententaal spreken. Die een beetje de belevingswereld van de student kennen. En vanuit die hoek gaan proberen om de wet een beetje te handhaven. Maar nee, niet in Leuven. Dat is mooi, hè? Daar hebben ze twee heerlijk bezorgde huismoeders. Daar hebben ze op pad gestuurd. Ik zag ze langskomen in een filmpje. En die gaan dan het dak ook, waar een heel gaaf dakfeest is. En die komen dan met deze tekst. Goedenavond, politie Leuven hier. Ik denk niet dat het de bedoeling is om na 10 uur nog een feestje te bouwen op het dak. Laat staan dat het dak gemaakt is voor feestjes. Mag ik vragen dat jij alle naar binnen begeeft? Binnen blijft?
Elk dak is gemaakt voor een feestje. Wat is het nou voor onzin? Elk dak is gemaakt voor een feestje. Het dak is in ieder geval niet gemaakt om met twee agenten en een cameraploeg erop te gaan staan. Hè? Bedoel, als het dan toch gevaarlijk is. Maar goed, het gaat natuurlijk om preventie. Dat is belangrijk. De flikken willen niet meer dat er dit soort feestjes gegeven worden. Zou ik zeggen, kleine tip van mijn kant. Ga gewoon iedere vrijdagochtend, weet je wel, donderdag is de studentenavond. Iedere vrijdagochtend, uurtje of 9:30 ochtends, hè, dan gewoon binnenvallen en zeggen, ik hoorde dat hier een feestje was. En dan zeggen ze, nou, dat zijn helemaal niet waar. En dan gewoon iedereen, gewoon als ze net hun roes aan het uitslagen zijn. Gewoon iedere week. Goed. En na een maand zou je zien, gaan ze gewoon feestjes geven. En zeggen ze, jongens, 22:00 s'avonds is het klaar, want we moeten slapen. Ja, politie, dankt Jan. Maar het schoonste, het allerschoonste van Vlaanderen deze week, dat vond ik toch wel in een Lommel. In Lommel, er was een jongen die heeft samen met zijn vader heeft een Halloween park gemaakt in zijn tuin. Wist je dat? Nee, wist niet, heb ik gemist. Hebben ze 2 maanden aan gewerkt. Heeft 35.000 euro gekost. Oei. Geen grap. 35.000 euro. Ja, dat is omdat spaargeld die niets meer waard is in België. Dat is daarom. Ik heb die beelden gezien. De It komt voorbij. Scènes uit The Exorcist. Het is echt behoorlijk scary en heel erg goed gedaan. He, 35.000 euro, 2 maanden aan gewerkt. En dan komt er een meisje langs en die heet Jana. En dan wordt er aan Jana gevraagd, wat vond jij het allerengste in het park? Wat vond je het engste wat je gezien hebt? De huis van Hans en Grietje. Hans in een kooi en Grietje die moest vegen met de bezem. Grietje die moest vegen met de bezem. Dat vindt zij het allerengste. Ik las dat België is gezakt op de ranglijst van genderongelijkheid. Nou, deze Jana gaat het helemaal goed maken. Een meisje wat moet vegen, dat is het angstigste wat dit meisje ooit gezien heeft. Dat is mooi. Jana, heet ze, sinds 10 jaar, is het schoonste van Vlaanderen. Maar echt prachtig, Jan-Jaap. Ik ga echt op een heel andere manier deze week naar Vlaanderen kijken. Ja, en dat ga je ons gewoon volgende maandag opnieuw vertellen dan. Heel benieuwd. Wat? Kill me.